ik heb weer een 5 minutes video en ik wil het vandaag gaan hebben over ongesteld zijn. Dat is echt nog steeds een soort taboe in de wereld, want ongesteld zijn is vies en raar en ongemakkelijk en al die dingen die daaraan vastzitten. En dan denk ik eigenlijk, jongens, nee, want echt gewoon 50% of bijna 50% van de hele wereldbevolking heeft het elke maand. Het zou niet zo raar moeten zijn om er gewoon over te praten. Dus dat is precies wat ik vandaag ga doen. Ik werd voor het eerst ongesteld toen ik, ik geloof 14 was. Ik was vrij laat in mijn klas, maar het kwam omdat ik ook altijd al zeg maar de jongste ben geweest in mijn klas. Zeg maar echt best wel een stuk jonger. Ik wist al van andere mensen zeg maar hoe het was, dus het was voor mij niet... Ja, het was voor mij wel een schok. Dat kan ik niet ontkennen. Ik schrok me helemaal dood. Er zat opeens bloed in mijn onderbroek en ik dacht, wat de hel is dit? Maar ja, daar ben je aan. Ik vind het behoorlijk kut. Daar zou ik maar gewoon even mee beginnen. Ik weet dat veel mensen zeggen van, ah joh, het stelt niks voor en je hebt er toch eigenlijk geen last van, bla bla. Ik blijf het kut vinden. Ik vind het gewoon vervelend dat je er de hele tijd mee bezig bent, dat je de hele tijd over nadenkt van shit, ik moet zo meteen een wc vinden. En dan moet je weer je tampon verwisselen of je maandverband en dan ben je weer bang dat je doorlekt. En ja, alle dingen die eraan vastzitten qua lichamelijke klachten zijn ook niet heel chill. Ja, ik vind het gewoon vervelend. Heel veel mensen hebben vaak kramp. Ik heb daar zelf eigenlijk heel weinig last van. Sowieso heb ik er lichamelijk niet echt heel veel last van. Emotioneel wel. Heel erg. Ik krijg echt soort van 2 dagen ongeveer voordat ik ongesteld word. Ga ik echt huilen om niks. Gewoon echt om niks. Het is ook voor mij altijd een teken als dat weer gebeurt. Van oh shit, ik word ongesteld. Dat duurt meestal een dag of 3. En dan is het weer over. Ja, dat is soms best wel vervelend. Maar het kan ook best wel gewoon fijn zijn om alles even uit te gooien. Al denk ik soms wel van, waarom moet ik hier nou weer om huilen? Verder heb ik er dus niet zoveel last van. En ik denk dat ik daar best wel geluk mee heb. Want ja, ik heb niet echt vervelende buikpijn of zo. Maar ik denk dat als je dat wel hebt, dat het echt best wel vervelend kan zijn. En mijn advies is dan ook, neem gewoon paracetamols. En ik neem sowieso best wel makkelijk gewoon een paracetamol. Zo van, als ik ergens pijn heb, ook neem even paracetamol. Want dat is gewoon een medicijn wat je gewoon in de winkel koopt. Gewoon bij de Ethos of de Kruidvat of zo. En dat betekent dat het niet heel veel kwaad kan. En ik denk dat voor een groot deel het ook werkt als placebo. En dat is ook heel goed. Want als het helpt om minder pijn te hebben, dan waarom niet? En wat ik vaak doe als ik ongesteld ben en als ik zeg maar zo'n bui heb dat ik echt om niks moet huilen, dan ga ik vaak gewoon in mijn bed liggen en chocola eten en film kijken en mezelf gewoon even verwennen, want dat mag wel. Ik weet dat er ook heel veel gedoe is over tampon of maandverband en wat is nou fijner. Ik denk dat het ook echt gewoon een persoonlijke voorkeur is. Ik heb tot nu toe meestal maandverband gebruikt, omdat ja, tampons moet je wel gewoon denk ik even aan wennen. Maar ik wil wel graag over op tampons, omdat het gewoon veel makkelijker, schoner is. Ja. Dat. Wat ik heel vervelend vind, is dat het zo duur is. Want jongens, iedereen heeft het. Elke fucking vrouw wordt ongesteld. En dan moet je dat gaan betalen, terwijl mannen dat niet hoeven te betalen. Ik vind echt dat het gewoon gratis moet zijn. Want het is echt gewoon onzin dat je ervoor moet betalen. Want iedereen heeft het gewoon nodig. Ik heb heel vaak het probleem dat het opeens op is. En dat je dan zit zo van, fok. En dan moet je echt als een gek naar de winkel. Over winkels gesproken, het wordt ook heel vaak raar gevonden als mannen tampons of maandverband gaan kopen. Waarom is dat raar? Er is echt niemand die denkt dat het voor hemzelf is, want dat kan niet. Juist mensen zullen alleen maar denken zo van, oh wat lief, hij koopt het voor zijn vriendin. En dat is dan juist schattig. Dus, wat is je fucking probleem, mensen? Ja, zoals veel van dit soort video's had het niet echt een punt, geloof ik. Ik wil er gewoon even over praten. Ik wil jullie gewoon vertellen dat het niet zo'n taboe moet zijn, want iedereen heeft er last van en het blijft gewoon vervelend. En het is natuurlijk fijn dat je daardoor wel kan voorplanten, maar voor de rest heeft het alleen maar nadelen. Dus ja, dat is wat ik er even over kwijt wou. Goed, dat was het. Bedankt voor het kijken. Doeg!